Gaat van die oude kraanmannen die, als ze wisten dat je 's middags moest opgaan, aan de handrem handremprutsten. Ze draaiden hem een half toerke op. Als je dan de boel in gang stak, zakte je subiet een eind naar beneden. Voor de rest kwamen de oude en de jongen bijzonder goed overeen. We zouden elkaar gewoon de keel afgebeten hebben. Soms konden we gesmokkelde sigaretten en korte drank aan goedkope prijzen inslaan. In de jaren zestig had ge al voor tachtig francs een fles cognac. Ik rappeleer mij nog dat Frans de Bakker in een zijn dokwerker aan wal ging zetten met de grijper van zijn vlotkraan. Eerst vierde hij zo rap als hij kon, haalde subit weer op en vierde nog een keer. Je zag die gast zo in vrije val naar beneden gaan, tot juist voor het water. In het begin deed het wel raar in die kranen. Als we te veel gewicht moesten nemen, gingen ze knikken. Dan stond ge een paar tellen op twee in plaats van vier wielen. Ge zou het bij momenten om uw moeder geroepen hebben. Aan Manipor kwam er soms op zaterdag een schip toe met een lading stout en witbreit aan boord. Dat was niet aangelengd, maar nog pure siroop. Dan kwam de douane om te proeven, niet met een glas, maar ze biedt met een klein emmerke.